Hallo mensen van de Bluescape Gal Dutch. Vandaag een Slayer vlog. En ja, ik ben Slayer level 21. Ik wil het zo graag trainen tot 25, want dan kan ik Cockatrice slayen. Die droppen op zich wel chille dingen. Ik wil ook 50 Slayer voor Jellies. Die zijn ook wel baas. Ik ben nu heel erg dicht bij de Barrows. Alleen ik ga niet tegen ze vechten, want ben ik in één klap dood. Want ik heb Prayer. Heb ik maar level 23. Ik weet ook echt niet hoe ik het snel kan trainen. Een paar video's ervan gekeken, maar ik moet anders Ghost the Hoy doen. En die quest vind ik helemaal niks. Strength potion. Attack. Oké, dus mijn Slayer task is ongeveer om 100 van die dingen doden, die ghosts. Dus ja, dat is de Slayer vlog van Slayer vlog 1. Ja, hoe ben ik met Slayer begonnen? Eerst met de quest Animal Magnetism. Vond ik het opeens best wel grappig. Dus ik dacht, ik ga het met trainen. Heb ik gekeken of ik er geld mee kan verdienen. En je kan er blijkbaar tons met money mee verdienen. Dus ja, waarom zou ik dan niet doorgaan als dat toch best wel leuk is. Ik moet toch, by the way, moet ik toch defense tot 40 trainen en al die shit. En ik moet de tech ook nog tot 60 krijgen. Dus dan kan ik net zo goed trainen en versleer tegelijk. Dus dat is wel een baas. Ik haat het om hier helemaal naartoe te lopen, want het is fucking ver op zich. Dat is het hele irritante eraan. Smithing 32 iron bars maken, iron knives maken, mining, iron minen. Airblower van recruitment of redrive, waar je ook deze armen voor krijgt. Woodcutting, ik wil gewoon een beetje geld verdienen met juice, alleen het is een beetje saai worden, dus ik ga een andere keer wel verder. Magic ook van dezelfde quest. Range vind ik gewoon chill om te trainen, want dat is best wel een epische skill, mijn mening. Oh hey. Of pop. Follow of pop. Nou ja. Thieving 32, Clues Cross. Firemaking train ik amper. Fishing ga ik nog trainen, want ik heb ook lobsters nodig voor Slayer, want anders ga ik heel snel dood. Dat is een beetje kut namelijk. Ja. Oh. What the fuck? Dat is net zo'n boel in Mario. Als je achter je kijkt, dan zie je hem niet. Als je voor naar voren kijkt, dan zie je hem. Wel. Nee, dan word je. Nee, ja. Ik wil ook range tot 50 trainen voor deze Sebo. Roen Sebo. What the fuck? Fucking kutgeesten. Zoals je ziet, ik heb heel slecht eten, dus ik moet lobsters gaan vangen eigenlijk. Alleen, Getterby is soms best wel ver weg. Anders moet ik mijn Camelot teleport gebruiken en ik ben met heel veel andere dingen bezig. Bijvoorbeeld alle beginnerskast te halen en zo. En die shizzle dizzle dizzle. Grizzle. Hi. Of poep. OMG, it's really bloody. Nou ja, wat voor arm ik aan heb. Knit weight, salad, knit weight, halberd. Die. Nou ja, zoals je ziet in de chat, ik ga denk ik toch wel voor Roen, want ja, zo heel goed is het niet. Wat heb ik te zeggen? Een Slayer vlog eigenlijk.
Ja, ik heb niet zo heel veel te zeggen, dus kijk maar hoe ik geesten dood, denk ik. Ja, Slayer. Wedden, hij is Nederlands. Ik zeg jou, hij is Nederlands. Ga niet dood. Oh, ik dacht al, dat zou heel kut zijn voor hem. Oké, hij is Irish. Fuck off. Nee. Oh, there's a ghost. Oh, yeah, you. Oh jee, jee, joh. The fuck? Oké, hij is dus Nederlands. Hij is hetzelfde comment als mij. Oh, laat maar. Ja, mensen, dit is eigenlijk de vlog. Ik heb niet veel te vertellen. Er komt nog een vlog aan. Een sleervlog of een gewone vlog. En what the fuck? Kutbeest, hè? Nou ja, dus ik eindig deze video hier. Drop een like als je het leuk vond. Er komt binnenkort nog sleervlog 2 aan, dus doei!